Er is hevig verzet tegen de forse bezuinigingsplannen vanuit Den Haag op de sociale werkplekken. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben hierover afspraken gemaakt, maar Eindhoven verwerpt het akkoord. Ja, dan hebben we een groot financieel probleem. En uh, dan kun je zeggen wie dan weer leeft, wie dan weer zorgt. Maar ik vind dat financiële probleem, dat moeten we uh, niet bij voorbaat al uh, welkom heten. Nee, dat moeten wij er weg gaan door goed overleg te plegen met uh, de staatssecretaris. Dat uh, de uitvoering van die wet, wat ons betreft, uh, zo niet kan. Het kabinet wil dat medewerkers van de sociale werkplek bij een gewoon bedrijf gaan werken. Maar volgens Brink is dat niet zo makkelijk, omdat zij veel begeleiding nodig hebben. En zo belanden er alleen maar meer mensen in de bijstand. We hebben nu 5500 mensen uh, die een, uit, van een uitkering uh, uh, genieten. En uh, die 5500 zouden maar zo 7000 kunnen worden. En wat dan voor kosten van de gemeente komt. Dus wij willen met het Rijk in overleg... Hoe wij die kosten dan uh, kunnen reduceren, zodat het niet op het bordje van de gemeente komt te liggen, maar dat de Rijk ook zijn verantwoordelijkheid neemt. De medewerkers die nu een sociale werkplek hebben, zouden de bezuinigingsdans ontspringen. Maar er is straks geen plek meer voor nieuw personeel. Nou, mijn grootste zorg is dat de zwakste in de samenleving hier de dupe van gaan worden. Omdat daar onvoldoende ruimte voor zal zijn straks in financiële zin om die nog een werkplek aan te bieden. De Ergon voorziet grote problemen voor de organisatie. De eerste bezuinigingsronde hebben we. In september al gehad. Daar hebben we een plan voor gemaakt. Dat hebben we op kunnen vangen. Maar de bezuiniging die nu aangekondigd is, is zo fors dat we dat niet kunnen doen. Het probleem zit dus in dat je veel minder begeleiding zult kunnen uh, bieden. En zelfs als je die reduceert, dat je dan nog de bezuiniging niet opgevangen hebt. Ook andere grote steden zijn tegen de bezuiniging. In juni nemen de leden van de Verenigde Nederlandse Gemeenten een definitief besluit over de plannen.